Goedemorgen, je ziet het hier achter mij. Het is aan het sneeuwen. Het is serieus aan het sneeuwen, hè? Het is smeltende sneeuw, maar dat maakt het niet minder mooi. Het is kijk, jongens. Oh. De sneeuw was van toch korte duur, maar kijk, als je nu kijkt op onze raam, ligt er toch wel een mini laagje sneeuw. En op de daken aan de overkant ook nog. En we hebben ook onze werkdag vandaag overleefd. Het was niet zo heel erg druk, dus dat is ook wel goed misschien voor mij, want ik had echt, of ik heb nog steeds, echt heel erg veel pijn aan mijn voet. Ik ben een paar dagen geleden gevallen aan zee. En nu heb ik dus verrekte ligamenten en dat doet echt wel verrekt veel pijn ook. Dus ik mank nog een beetje, maar ik heb dus wel vandaag volgehouden. Duimpje omhoog voor mijzelf. Het is een beetje zo raar om te zeggen, maar toch, ik was eigenlijk een beetje wat bang van, gaat het eigenlijk wel goed komen? Maar ik heb het dus ja, gewoon gedaan. Kijk eens, als ik niet gewoon wandel, dan zie je mij ook manken. Man. En dus dat is ook nog mijn jas in de was geweest en hij is terug helemaal opnieuw proper. Want ja, ik was dus ja, gevallen aan zee, hè, dus mijn jas was ook vuil. Mijn vinger lag ook open en die is intussen tijd, ik weet niet of je het gaat zien, die is intussen tijd bijna genezen, maar er zit nog steeds zo ja, een rood bolletje op, zo een rood vlekje op. Maar dus de bloedblijn is wel weer weg, dat is wel weer fijn. En toen we dus thuis kwamen van zee, lagen er hier ook nog kaartjes. Allereerst heb ik een kaartje ontvangen van Mirjam. Zij schrijft om ons een kaartje te sturen, omdat ze vindt dat we daar veel ellende mee maken met alle dingetjes van ja, mijn baarmoeder en zo. En dat ze daar heel erg met ons mee leeft. Dankjewel Mirjam, ben echt heel erg blij mee. Zoals jullie misschien al weten, ja, mijn gezondheid zit de laatste tijd niet echt mee. Ik heb echt wel best wel een beetje eigenlijk pech gehad. Allereerst is wel mijn baarmoeder, dan ook nog afwijkende cellen. Heb ik ook nog een kiste in mijn linkerborst. Dus ja, ik kan er eigenlijk niet heel veel over zeggen. Enkel ja, ik heb gewoon, ja, qua gezondheid zit het gewoon niet mee. Echt niet. En eigenlijk vreet dat ook echt wel heel erg hard aan u. En ja, elke keer opnieuw zo weer terug opnieuw naar het ziekenhuis, die controles en... Maar de kaartjes, zoals dit kaartje hier ook, heb ik ook nog ontvangen van de All-in-One Family. Ze laten ons weten dat ze ons een kleinigheidje opsturen. Een kleinigheidje is dit hier, is een Mickey Mouse doosje. Als je dat doosje open doet, zit daar een heel mooi knuffelbeertje in. En alle kaartjes en cadeautjes die hebben goed gedaan, denk ik. Want, echt, ik kan het gewoon zelf niet geloven. Maar ik heb dus telefoon gekregen van het ziekenhuis. En ze zeggen in het ziekenhuis dat het gezwel in mijn baarmoeder weg is. Dat is echt top. Maar ook dat de afwijkende cellen spoorloos verdwenen zijn. Het was dus zeker ook geen kanker. Dus ik ben gewoon terug volledig gezond verklaard. Qua baarmoeder dan toch. Want ja, de kiste in mijn borst die blijft er wel nog. Maar die moet gewoon opgevolgd worden. Is nu ook eigenlijk niet echt een ramp. Heel veel mensen lopen rond met eigenlijk een kiste. Maar ze moet dat gewoon een beetje wel mee opvolgen en zo dingetjes. Maar gewoon, ik ben gewoon terug opnieuw gezond. Echt waar. Mijn baarmoeder is gewoon terug opnieuw genezen. Ik kan het gewoon niet zo goed zelf al begrijpen. Ik had het ook helemaal totaal niet verwacht. Zeker niet nadat de vorige keer aan het onderzoek. Ik kreeg een telefoon. Maar ja, je gezwel is wel weg. Maar er zijn weer afwijkende cellen gevonden. Wat dan weer al verontrustend is. Moest ik zo vlug als mogelijk terug opnieuw naar het ziekenhuis. Omdat het ja, ze wisten dat het niet zo goed kon eigenlijk een beetje wat van alles zijn. Het kon kanker zijn. Het kon een of ander virus zijn. Ja, afwijkende cellen. Het kan alles zijn. En dan natuurlijk denk je dan toch wel direct zo weer het ergste van. Dacht ik, misschien is het wel eigenlijk ja, kanker of een ander iets dat heel erg is. Dan dacht ik van ja, zo blijf ik hier wel in het straatje zonder eigen einde. Maar kijk hier, mijn straatje is doodlopend. Het stopt gewoon. Ik moet nog wel om het half jaar nog wel terug langs het ziekenhuis op controle. Maar voor nu ben ik dus gezond verklaard. Het is wel weg. Geen enkele afwijkende cellen meer.
Ik ben gewoon terug jaar. Ja, ik kan het gewoon zelf nog altijd niet beseffen. Echt waar niet. Ik ben zo blij, zo gelukkig, zo dankbaar ook. Echt wow. En trouwens, ik ben ook super dankbaar ook voor jullie allemaal. Ik heb zoveel lieve berichtjes ontvangen van jullie via Instagram. Of zelfs eigenlijk via je e-mail. Ik heb ook nog kaartjes ontvangen en zo. Echt, ik vind dat zo lief. En ja, volgens mij heeft dat echt waar gewoon geholpen. Omdat we allemaal samen gehoopt hebben op een positief einde. En kijk, het is gelukt. We hebben ons er doorheen geslagen. Het moet wel zeggen, voor ons, als, voor mij, maar ook eigenlijk voor mij, Jeno, als de relatie is zoiets. Echt wel, ja, zwaar. Het is toch wel een bepaalde stress die je meeneemt. En nu valt er echt zo een blok af mijn schouders. Ik kan het gewoon niet uitleggen hoe ik me daarbij voel. Maar ik ben zo mega gelukkig. Echt waar. Ik ga eigenlijk ook terug opnieuw goed kunnen slapen 's nachts. En een beetje rust vinden ook. Rust ook eigenlijk in mijn hoofd. We kunnen ook eigenlijk er verder aan bouwen. Ook aan onze ja, toekomst. Want ik had toch wel vaak echt zo het idee van ja... Als we een citytripje of een reis of zo plannen, maar gaat dat wel? Want misschien wordt het eigenlijk erger of moet ik... Ik kan het echt waar niet uitleggen. Maar nu ben ik zo gelukkig. Echt waar. Dankjewel ook aan iedereen die mij... Die mijn hart onder de riem heeft eigenlijk gestoken. Dankjewel. Het heeft geholpen. Dankjewel. Echt waar. Ik ben gewoon doorheen het tollen. En ik kan... Ja... Het probleem is, ik kan het zelf nou dat hij niet heel goed beseffen. Ik heb dat denk ik 40, 50 keer gezegd ook eigenlijk aan Jenno van gewoon, man, ik ben terug genezen. Echt waar, voor mij voelt het echt aan als ja, een nieuwe kans. En die kans ga ik echt ook wel met beide handen nemen. Dus ik ben zo blij. Nu gaan we trouwens ook nog gaan eten bij mijn mama thuis. Dus dat is heel gemakkelijk, moet ik zelf ook echt niet meer gaan koken met mijn hele zere voet. En gaan we gewoon bij haar thuis aanschuiven. Wat een mooi winterlandschapje. Ja. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ik weet echt niet hoe het komt, maar wij vergeten altijd opnieuw te filmen als we hier bij jou zijn. Nu staan we hier weer wel met onze jas terug aan. Hallo. Om terug te vertrekken. Ik weet waarom dat komt. Ja? Je komt hier binnen, de eten ruikt zo lekker. Ja. Je vallen direct aan en het eten is op voor lees. Je denkt dat we dan gelogen. Ja, dat is waar. Ik had ook wel heel veel honger. Ja. Dus ja. En is alles weer op en ja. Dan ga je weer naar huis. En dan denk je aan vloggen. Ja, dan denk ik aan vloggen. Zal ik onze camera weer liggen? Maar misschien kan het ook zijn dat ja, onze tafel zo vol zit. En dan zien wij eigenlijk de camera niet meer zitten. Dat kan ook, hè? Ja, dat is ook wel. Ja. Maar nu even iets over iets serieus beginnen. Je hebt schrik van iets, hè? Ja, nee, we moeten het er toch even over hebben, vind ik. De laatste tijd, het is niets anders meer in het nieuws. Uh-huh. En jij bent echt oprecht bang van... Ik ben niet zo bang voor mij, ik ben eerder bang... Maar voor wat ben je bang? Dat coronavirus zou krijgen eventueel, maar ik ben niet zo bang voor mij. Ik ben sterk, pak geen ziektes over, normaal gezien ook niet. Maar als ik toch moest pakken, dan geef ik het misschien over aan Jan. En Jan heeft dan al zwakke longen en aan zijn hart gehad en mijn zusje en ja, als Steffi al zwanger is en zo'n dingen allemaal, hè. En kindjes. En wat denk je dat er gaat gebeuren met het coronavirus? Dat komt gaat het... zeker naar België komen, hè. Vanaf volgende week is dat hier of misschien zelfs van het weekend nu al. Nu misschien al. Ja, dat kan, hè. Want er komen mensen van de vakantie terug, hè, van allerlei landen, want het is pas vakantie geweest ook, schoolvakantie. En daarom heb ik wel wat bang, ja. En Jan die loopt hier thuis ook al eigenlijk te kuchen en te doen. Het is toch niet het coronavirus. Het is gewoon, Jan heeft nu al dus, een heel zware bronchit. Jan heeft meestal ook twee keer per jaar het begin van een longontsteking. Oh, dat is niet goed. Nee, had hem dan met rollen en zo je moet nemen en zo aerosolen en wat is het allemaal. Ja, dus maar wel wat bang. Voor het coronavirus heel veel schrik. Ja, toch wel. Ja, dat gaat hier komen. Wat zou je doen mocht je nu zeggen van kijk, het is in het land. Het kan zijn dat het oploopt. Moet je dan nog buiten? Nee, ja, ik kan niet binnen blijven. Ja. Kan niet binnen blijven, dan word ik zo. Ondanks dat je het risico loopt om ziek te worden. Ja,
Je gaat nog buiten naar restaurants, naar winkels. Tuurlijk. Als je niet meer reed, dan gaat het ook dood, hè. Toch wel, en als ik niet meer onder de mensen kan komen, als ik niet buiten kan komen, dan word ik gek. Heb je van, zou je met zo'n mondmaskertje rondlopen? Eerder denk ik een stukje uit de buurt blijven van andere mensen proberen. Zo, iemand dat hoest of zoiets. Van, oei, oei, ze hebben het hier al liggen. Kijk hier. Ja, dat is een aerosol mondmaskertje. Een aerosol. Jan is dus ja, een heel zwaar mondmaskertje. Maar nee, ik zal er niet verder blijven. Nee. Nee. Oké. Okay. Dus en weet hamster hoef ik ook niet, maar ik heb altijd heel veel eten in hoor. En dat wij ook. En jullie ook. Dus alles komt wel goed. Alles komt goed. We hoeven nog niet in onze schuilkelder te kruipen. Maar toch, we zijn toch allemaal een beetje op ons hoede. Hè? Ja. Zeker allemaal handen regelmatig wassen. Niet op handen hoesten, beter zo hoesten. Als je in je handen hoest. Ja. En je weet dat toch niet wat iemand op je hand aangerakt met het coronavirus en je gaat dan zelf hoesten in de handen, kun je het toch krijgen. Hè? En alcohol, alcohol, zo doen, hè? Alcohol doodt het virus. Ja. Oh, dus wij hebben een grote kans. En Jan doet helemaal niet. Alcohol doodt het virus. Ja. Geef me dan maar op een borrel. Nee, maar het gaat over alcohol van die zeep, hè. Zeepalcohol. Weet je wel, van die handen alcohol-dinges. Ja, maar. Dat alcohol, hè. Trouwens, we hebben vandaag een hele positieve dag, want ik ben eens terug genezen en begin je weer over iets anders. Ja. Is dat allemaal goed, het stopt maar niet, hè. Ja. Er zijn toch altijd wel zaken die je bezighouden in de wereld. Is het geen klimaat, dan is het wel weer zo'n ding, hè. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja. Hier gaan we wel onze vlog afzetten en wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bye. En krijg geen corona, hè. Voorzichtig, hè. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.